In deze video gaan we uitleggen hoe je staanders en liggers plaatst. We gaan gemakkelijk van A tot Z uitleggen hoe je dit zelf thuis kunt doen. Onze staanders zijn hier geleverd op 250 centimeter. Deze kat u zelf in naar gewenste lengte. Wij hebben onze staanders in het filmpje op 210 gezaagd. Kies bij voorkeur voor een zaagblad van 6,5 centimeter. Zo houd je in het midden 1 centimeter over. Zo kun je gemakkelijk het midden bepalen en daar het gat boren. Doe dit bij alle staanders. Hier worden de liggers en de staanders geplaatst. Het makkelijkste is om dit even met z'n tweeën te doen. Zo gauw de ligger op de juiste positie is, kun je hem vastgroeven. Vervolgens doe je dit ook bij de andere staander. Doordat de liggers een liplasverbinding hebben, kun je de andere ligger er gemakkelijk op plaatsen. Dan is het even nog nodig om de ligger goed te positioneren. Dan kun je de schroef gaan voorboren en kun je hem vervolgens aan elkaar schroeven. Het is handig om de schroef iets schuin te zetten, zodat het beter blijft zitten. Bedankt voor het kijken. Kom je er alsnog niet uit of heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op via de bovenste link in de beschrijving.